Het syndroom COVID heeft ons allemaal getekend. We zijn allemaal onze zolder beginnen opkuisen, in de NOF werken. We zijn beginnen fietsen met onze vrouw, dat we anders nooit doen. En ik ben beginnen experimenteren met muziek van mijn vader. Met mijn elektronische muziekachtergrond heb ik het toch gewaagd om daar iets mee te doen. Sommigen vinden het goed, sommigen vinden het zeer goed en sommigen vinden het iets minder. Ik zou zeggen, geniet. Ik ben nog jong, maar toch een
steeds wel geniet. Maar ik word ook iedereen veracht. Dat we samen op de stoep, dat we lachten, omdat huilen zoveel meer pijn doet dan genoeg. Dat we de jenever proefden bij die oude gekke gust, al wisten we dat alcohol de pijn laait maar niet blust. Ik had best iets willen schrijven. Schip de kaai afvaart, hoe lang het wuiven is, voordat het schip een stip wordt en zo helemaal verdwijnt. En hoe lang je nog zal blijven in de havenkroeg Westeind. Toen we afscheid namen, was ik ontzettend. Waarin je woonde, de straat met jouw gelaat. Ik herinner me de stoepen en het schoongeveegd trottoir. De bakker met vakantie en ervoor de volle kaart. Bye.
Dank aan Wim de Kraan. Het schijnt dat er een uitzonderingsmaatregel van kracht is. Bij het volgende nummer moog de rek staan, niet verlopen, moog de rek staan. Moet niet. Een beetje ter plaatse trappelen en zwaaien met een mondmasker. Of een kledingstuk. Dan lofzang voor je jeugd.
Hier laat ik je los in, van hier af moet je gaan. Ze zeggen dit en ze zeggen dat. En van de regen weet dat ik wel wat. Ze zeggen loop maar niet op straat na 10. Maar het was een treffen van precies 18 karat kristal. Nee, er was geen Bacardi en geen feest op het strand. En ik had hem weer naar het binnenland. Ik vluchtte voor de regen het casino in. En daar stond je met de regendruppels aan je kin. Dank je wel. Ja. Terwijl je toch aan het applaudisseren bent,
Er zijn hier een hoop mensen die zomaar gewoon komen helpen. Vijf dagen aan een stuk. Zonder iets. Gewoon omdat ze er graag willen bij zijn. En ik wil daar graag een applaus voor. En ik moet jullie nog iets vertellen. De donderdag waren we op het Felix Bernhardsplein, op de Dries, zoals jullie weten. En daar waren een aantal heel jonge mensen. Veel jonger dan wij. Enfin, er zitten misschien wel een aantal zo'n jonge mensen hier ook. Maar het viel toch op dat ze zo enthousiast waren over de muziek van Wim. Ze vonden het zo fantastisch dat ze de volgende dag dit op hun ramen hingen. Om maar te zeggen dat de muziek van Wim de Kranen populair is tot bij de jongens. Ja, precies vandaag, 30 jaar geleden, en nu moet ik opletten, want nu moet ik een hele rij cijfers zeggen, en ik ben daar niet zo goed in. Dus precies vandaag, 30 jaar geleden, op 14 september 1990, stapte Wim de Kranen uit het leven. Had hij geweten toen dat wij nu met z'n allen zo fier op hem zijn? Hij was er misschien nog geweest. En hadden wij al die memorials niet moeten organiseren. Jammer. Dank u, Massemen, van de bende van Wim, de Nova en CC Wetteren. Dag. Dames en heren, vijf dagen hebben we kunnen oprekenen haar zwoele stem. Een stem van hout. Hout. Goud. Nele de Graven!